Welkom bij een nieuwe video. Laten we maar gelijk beginnen. Oké, vandaag spelen we Minecraft. Maar ik mag niet springen. En als ik toch beslis een sprongetje te maken, dan ga ik gewoon dood. Mijn banaantje hangt trouwens nog steeds. Goed, we zijn dus aangekomen in Minecraft. Ik kan niet springen. Althans, ik kan het wel, maar als we dat doen, boem, gaan we gewoon dood. Dus het gaat een kunst zijn om überhaupt dingen te gaan doen terwijl je niet kan springen. Het is vooral een gewoonte, dus ik moet mijn duim heel anders positioneren. Laten wij beginnen met eventjes hier een boompje hakken. Want ik weet wat gewoon een goede tactiek voor dit soort uitdagingen is of zijn. Is een boot bouwen. En waarom een boot, vraag je af. Weet je, ik ga jullie uitleggen waarom een boot. Maar ik ga eerst even deze boom omhakken tot zover ik kan. Want als ik niet meer bij het hout kom, dan is het gewoon klaar. Oké, hoppakee, dan maken we hier even plankjes van. Maken we hier een crafting table van. Gaan we eerst een boot maken, dat is wel essentieel. En dan wil ik heel even een pickaxe maken om gewoon een beetje stenen tools te maken. Maar dan moet ik wel opletten dat ik, als ik de mine inga, dat ik er ook weer uit ga komen. Dus ik denk in plaats van dat ik hier naar beneden ga... Oh, ik wil heel graag springen. Het is heel verleidelijk om te springen. Laten we maar gewoon hier in de muur even gaan hakken tot we steen tegenkomen. Dan kan ik namelijk gewoon makkelijk naar binnen en naar buiten. In plaats van dat ik helemaal moet gaan springen. Oké. Ja, ik sta op steen, maar ik wil eigenlijk steen vinden in de muur. Kijk, dit is ideaal. Juist. Hakken. Het is zo vervelend om met je duim... Ik moet heel raar met mijn duim gaan zitten, omdat ik niet kan springen. Kom maar hier, steentjes. Jullie zijn allemaal voor mij. Jullie zijn allemaal voor mij, stuk voor stuk. Bij deze, ik heb jullie geclaimd. Oké, 11 steen moet genoeg zijn. Ik wil springen. Ik wil springen. Wat is het traag om heen en weer te lopen zonder te springen? Oké, komt-ie. We nemen een pickaxe. Dan maken we nieuwe sticks. Dan nemen we een axe, zoals dit. Dan nemen we ook een zwaardje, zoals... Nee. Zwaardje hoeft niet. We nemen een shovel. Want we hebben een axe en daarmee kunnen we ook vechten. Oké, dan nemen we deze mee. En nu komt het hele ding waarom ik die boot nodig had. Dan kan ik namelijk zoals dit, kan ik gewoon omhoog lopen hier. En ik heb al gezien, jongens, dat daar volgens mij een village zit. Dus laten we even op deze manier heen en weer gaan. Kan ik nu al bij die village terechtkomen? Dan weet je, we gaan nog even iets hoger. Kom maar. Slopen hem weer. Plaatsen hem weer. Slopen hem weer. Ik kan beter met mijn ex. Dan gaat het sneller. Zo, kijk. Dat gaat sneller met mijn ex. En daar is het dorp, jongens. Daar is het. Wacht, laten we even hier omheen lopen. Zodat ik niet telkens het bootje heen en weer hoef te plaatsen. We zijn er. Dorpje. Wat voor goede loot hebben jullie voor mij. Kan ik daar komen? Hier is een doorgang. Hier is een doorgang. Ik kan hier ook op met mijn boot. Maar ik wil kijken of ik legit kan komen. Oh, eten. Oh, dat is echt heel top. Dit is echt heel top. Ik ga het gelijk allemaal opvreten gewoon. Oké, we hebben een beetje wortels. Dus dat is goed. Laten we even dit huis ingaan. We nemen een bed, nemen we ook mee. Het is mijn bed vanaf nu. Oh ja, trouwens, laten we een leuk doel voor vandaag neerzetten. We moeten deze vinden. Een diamond. Gewoon in alle glorie. Als het lukt, misschien twee. Dat zou een hele leuke zijn als dat ons vandaag zou lukken. Maar laten we eerst even kijken wat voor loot. Oh, armor. Geweldig. Ik ga de helm niet meenemen. Helmen dragen. Jongens, helmen dragen. Kan niet. Mag niet. Helmen dragen is verboden. Minecraft spelen zonder te springen. Blijf vreemd. Hé, een kompas. Hebben we niks aan. Een empty map. Is die ook echt... Oh, hij is ook helemaal leeg. We hebben een kaart gemaakt zojuist. Dat was niet de bedoeling. Oh, ik wilde er bijna op springen. Ik voelde mijn duim er naartoe gaan. Maar ik was mijn duim net te slim af. Oké, we hebben hier een blacksmith. Een blacksmith is... Als we hier een diamond in vinden, is het een hele snelle video. En... De video had oprecht geëindigd als we nu een diamond hadden gevonden. Oké, laten we dit meenemen. We nemen de helm toch mee. De pickaxe is ook heel fijn. De appels en zo. En het zadel nemen we mee. Oh, een zadel! Dan kunnen we paard temmen. Dat meen je. Dat meen je. Dat gaat het zo makkelijk maken. Oké, wacht. Dat gaat het zo makkelijk maken. Paard. Paard, waar ben je? Ik heb paarden gezien net. Of een ezel. Ik ga een ezel meenemen zelfs. Ik zag ezels net. Dit komt echt perfect uit. En nee, jongens. Niet gaan denken dat ik dat ingespand heb. Dat heb ik niet. En je moet het maar gewoon van mijn woord aannemen. Oké. Waar zijn jullie ezels? Ik zie een paard, maar ik zag volgens mij net ook ezels. Ik dacht... Ja, daar zijn ze, ezels! En dan bedoel ik jou natuurlijk! Jij domme villager. Oh, hij komt al heel agressief op me af. Ik bedoelde het niet zo. Ah, ik sloeg je! Dat was niet de bedoeling. Oh, nu heb ik hem en als ezel voor ezel uitgemaakt en ik heb hem geslagen. Dat is wel heel gemeen. Oh, het is een familietje. Een baby. Een moeder. Een vader. En een geadopteerd geel mannetje met grote ogen. En een heel gelukkig gezinnetje. Oké, ik ga jou proberen te claimen. Kom op, werk even mee. Ik heb een zadel. Dan kan ik een kist maken. En dan kunnen we echt een geweldig avontuur met z'n allen aangaan. Oké, het kindje gaat blijkbaar met deze mee. Oké, dan ga ik wel hem claimen hier. Zo, ik ga jou wel claimen. Kom maar. Anders vind ik het zielig voor het kindje. En jij hebt ook meer levens. Dat is goed. Je bent sterk. Je bent een ijzersterke ezel. Juist, lekker ezel. Zadel erop. Kan ik hiermee wel springen? Ja, oké, hiermee kunnen we wel springen.
Dan hebben we de boot weer mee. Dan gaan wij even hout hakken om een kist te maken. Dit is echt geweldig, jongens. Ik kan gewoon over de ezel. Ik kan alleen niet heel hoog springen, maar dat is beter dan niks. Blijf hier staan, hè, ezel. Ga deze hakken. Hakken we dit boompie eventjes mooi. Zo. Dan gaan we een kist maken. Kan ik die hier gewoon aan jou vasthangen? Hoe werkt dat met een ezel? Je kan toch meestal gewoon... Oh, je moet gewoon op hem klikken, joh. Krijg nou wat. Oké, dan kan ik spulletjes kan ik in zijn inventory doen. Laten we even spulletjes die ik niet meer nodig heb, zoals dit even. En zoals mijn bed. Nou, mijn bed houden we bij me. Mijn helm bijvoorbeeld. Deze blokken. Laten we dit allemaal even hierin doen. Zo. Oké, we zijn goed op weg, jongens. We hebben goede tools. Laten we nog even kijken of we nog meer kunnen looten. En ik wil ook bijvoorbeeld die... wat is het? Dat hooi wil ik daar hakken, want daar kan ik brood van maken. Blijf staan, ezel. Nergens heen gegaan. Ik hou je in de smiezen. Sta je er nog? Ezel? Hij is toch gewoon... Blijf nou eens staan! Hallo? Nee, niet de hoek op gaan. Niet. Damn. Oké, we hebben alles hier gehakt. Hallo, piraat. Even kijken. We gaan deze ook pakken. Heb jij hier een... Oh. Nee, nee. Ik wilde de ladder opspringen. Dat kan natuurlijk niet. Oh, nee. Nee, nu moet ik een nieuwe boot maken. En het regent. Gadverdamme, alles is gelijk heel deprimerend. Het is gewoon allemaal eventjes heel verdrietig. Het is allemaal gewoon echt even heel verdrietig. Maar niet voor lang, jongens. Niet voor lang. Ik ga snel mijn loot halen. Komt-ie, hè? We gaan een nieuwe boot maken. Zo, laten we de crafting table staan. Oh, dit is echt heel vervelend. Hier erop. Moet ik hem slopen, maar ik heb geen access. Dat duurt eeuwen. En het wordt ook nog nacht. Precies op het moment dat ik... Ga nou eens aan de kant, paard. Oké, snel, snel, snel. Voordat de monster spannen en ik mezelf niet kan beschermen. En mijn spullen, we gaan misschien die spannen. Oh, er is een zombie hier. Er is een zombie. Er is een zombie. En een enderman. Een zombie en een enderman. Ah, oké, maar dat regent. Dus die enderman kan niks doen. Ga weg, zombie. Laat me met rust. Volgens mij was het dat lange huis daar. Oké, mijn ezel is hier. Ezel, red me. Red me van de monsters. Ik spring even op je. Oh, zo, nou, spring op je. Springen doen we niet aan, hè? Ik stap even op je. Oké, dan gaan we hier naar binnen met spullen. Mijn spulletjes. Wat is hier voor vreemde dingen aan de hand? Ik zal niet oordelen. Ik zal gelijk vandoor gaan. Laten we even een tukje doen. Hier, lekker in de regen. Misschien wordt het dan dag. Goed, nieuwe dag, nieuwe kansen. Wat gaan we vandaag doen? We gaan op de ezel stappen. Ik wou brood maken, dat was het. Zou daar loot naar? Als er boven loot zit, dan is het maar zo. Of is het niet anders? Maken we even wat brood. Jezus, wat een brood hebben we nu. Mijn wortels, waar zijn die? Hebben jullie mijn wortels op? Oh, er was nog meer liefde gaan hier. Ik laat jullie nu wel gewoon goed met rust. Goed, 54 brood moet ik de hele... 4 creeper! 54 brood moet ik de hele video wel mee redden, denk ik. Gaan we even kijken of we dit huis nog kunnen looten. Oeh, er is wel nog veel meer brood wat ik kan maken. Hey, brood. Lekker. Nog meer brood. En tot slot dit huisje hier. En dan gaan we weg uit deze village. Want ik ben hier dood gegaan en... Het bloemetje is van mij. En nu van de oceaan. Goed. Ik denk dat het tijd is om de mines in te gaan. Maar daarvoor moeten we heel even nog wat extra hout hebben. Want als ik daar ondergronds iets nodig heb, moeten we dat gelijk kunnen maken. En we gaan een diamond vinden. Het is zover. We gaan een diamond vinden. Ik leef voor een diamond. Ik sterf voor een diamond. Oké, 12 hout. Oh mijn god, wacht. Ik wou bijna springen. Ik wou echt bijna springen. Oeh, het scheelde echt eventjes niks. We gaan nog heel even wat meer hout hebben. Dan pakken we dat. We hebben gewoon genoeg. Oké, 29 hout. Ezeltje, kom eens hier. Heb ik iets voor... Ik had worteltjes, maar die zijn letterlijk van me gestolen door villagers. Kom eens hier. Kom maar. Weet je, ik kom al met de boot naar je toe. Dat je zo moeilijk doet. Oké, we gaan nog heel even wat spulletjes in jouw inventory stoppen. Zoals dit zadel. Die kan wel weg. Zo. Oké. Laten wij even een mine zoeken, zodat we makkelijk erin kunnen en niet een trap naar beneden hoeven te maken. Want daar heeft niemand zin in. Jullie ook niet. En de ezel ook niet. Weet je, ik heb iets magisch gehoord. Als je nu op die like-knop klikt, deze, gewoon heel mooi, zijn we ineens in de mine. 3, 2, 1. Het heeft niet gewerkt, sorry. Dat heet oplichting, maar dankjewel voor het liken. Oké, ik denk dat we wel makkelijk een mine kunnen gaan vinden. Ezel, ga je deze sprong redden? Je kan echt vet hoog springen. Nou, dat was serieus best decent. Was goed. Trots op je. Hij moet ook nog een naam hebben. Hij heet Thor. Zijn naam is Thor. Thor de ezel, waar is hem... Mine, ik kom hier niet doorheen. Dikzak had je. Daar is echt een dikzak, die Thor. Oké, we zijn hier aan een strand. En ik denk dat ik letterlijk toch wel gewoon een eigen mine moet gaan maken. Oh, ik heb er een gevonden. Althans, ik heb iets gevonden. Het ziet eruit als iets goeds. Thor, blijf hier. Ik ga wat voor je maken. Ik heb geen lead. Ik ga een gat voor je graven. Thor, ik wil dat je me niet achterlaat. Ik wil dat je hier blijft. Ik wil dat je van me houdt. En, oh, wacht even. Thor, nee, ik ga minen. Jij blijft boven. Kom maar, even kijken. Ik zal die boot even meenemen weer. Ik ga jou hierin gooien, Thor. Dan zetten we de boot neer. Stap ik eraf, stap ik in de boot, kan ik eruit. Nou, geweldig. Geweldig. Thor, ik zie je later. Ik ga hier even doorhakken. Dat is namelijk heel dichtbij dit. Sneeuwballen gooien we weg. Dirt gooien we weg. En we gaan beginnen aan de mine. Weet je wat ik ga doen? Ik ga mijn respawn point hierboven zetten ook. Zo.
Als ik dood ga, span ik hier. Dat is helemaal top. Want ik zie het nog wel gebeuren dat ik per ongeluk ga springen. Echt binnen 5 minuten. En ik heb geen licht. Dat is ook niet ideaal. En ik zie daar licht. Dat is wel ideaal. Hallo? Diamonds? Horen jullie me? Is er iemand die glimt hier toevallig? Ik hou van glimmende dingetjes. Oh, cool. Dat gaan we eerst hakken. Dan hebben we even een beetje licht. Ik zie namelijk helemaal geen pepernoot. Oké, dan kunnen we wat zo en zo en zo en zo en zo. Dan hebben wij licht. Dan gaan we er eentje in mijn linkerhand doen. Dan hebben we ten alle tijde licht. Maar we gaan nog meer kool hakken om nog meer toortjes te maken. Het is zo irritant dat ik niet kan springen. Ik wil gewoon even wat hoger, zodat ik er makkelijker bij kom. Maar dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon niet. Ik moet echt gewoon mijn spatie, moet ik even afschermen of zo. Hoeveel kool hebben we? 23. Dat is op zich wel decent. Op zich wel goed. Dit kan nog wel goed komen. Welk niveau zitten we? We zitten op 42. We hoeven onder 11. Dan lukt het vanzelf. Oké, 53. Dit moet goed komen. Even kijken. Kunnen wij hier naar beneden? Ja, wij kunnen hier naar beneden. IJzer. Laten we dat maar hakken. Laten we maar gewoon voor de zekerheid een beetje ijzer hakken. Kool hebben we genoeg. Misschien kunnen we zo meteen namelijk een nieuwe pickaxe maken wanneer dat nodig is. Gaan we nog verder? Juist! Juist! Dit is precies wat we nodig... Dat is niet precies wat we nodig hadden. Ga weg. Ik ga een toortje naar beneden droppen hier. En eentje in het water. Dan kan het licht... Kijk, dan gaat het licht langzaam daarheen. Dat is goed. En daar ook eentje. Zo. Oké, komt ie, jongens. Vechten zonder te springen. Ik ben mijn helm vergeten. Ongelooflijk. Laten we maar even een trap naar beneden maken. Niet dat ik veel aan trappen heb, want ik mag niet springen. Dus ik kan ook niet een trap niet belopen. Maar we gaan een diamond hier vinden. Dit is de plek waar wij onze diamond gaan vinden. Geen geneuzel, geen gezeik. Er gaat hier ergens een diamond zijn. Oh mijn god, dit is echt mega. Oh, daar is hij. Die moeten wij hebben, maar hoe gaan we daar komen? Ik heb een boot, dus ik kan direct naar beneden. Maar het ding is, het is niet alleen de... Het was niet de bedoeling. Oh, het is zo automatisch dat je gewoon wil springen. Gaat die door? Ik ben dood. Wacht, ik kan gelijk mijn helm pakken. Oh, het is zo automatisme om gewoon te springen. In Minecraft, om een blokje op te springen bijvoorbeeld, dat gebeurt zo automatisch dat je het gewoon even goed doet. Oh, wat stom. Wat stom. Oké, we gaan hier weer naar beneden. Dit stuk ook zo. Plons. Dan hier, de langs. Dan hier naar beneden. Oh, daar zijn we er al. We zijn er alweer. Hier. Kijk, oh, zeg maar dat mijn spullen niet naar beneden zijn gevallen. Oh mijn god, zijn mijn spullen naar beneden gevallen? Zijn mijn spullen? Dit is niet alles. Waar is mijn eten? Waar is mijn brood? Is dat naar beneden gevallen? Ik heb mijn boot op zijn minst. Wacht, zijn mijn spullen daar? Spullen? Waar zijn mijn spullen? Hè? Ik had veel meer. Ik had veel meer dan dit. Wacht. Wacht eventjes hoor. Ik heb wel mijn pickaxe nog, dus ik zou... ik zou letterlijk nog mijn ding kunnen doen. Oké, in de boot stappen, die weer hakken. Maar waar is mijn axe en mijn brood? Want ik heb wel eten nodig. Ik heb wel echt eten nodig. Dus waar is mijn brood? Oh, mijn ex is daar. Oké, mijn ex is daar. Dan kan mijn brood misschien ook hier ergens te vinden zijn. Oké, we hebben mijn ex. Brood! Waar ben je, brood? Ben je naar beneden gevallen? Ik zie het nog wel gebeuren dat mijn brood naar beneden is gevallen. Hoe kan nou echt de enige voedingsstof die ik heb gewoon weg zijn? Oké, weet je wat, jongens? We gaan het gewoon doen. We plaatsen de boot. We doen deze in mijn hand. We stappen erin. En we gaan. En we gaan. Mijn brood? Nee, mijn hout. Waar is mijn brood? Wacht, wacht, wacht. Wacht, wacht, wacht. Oh, 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 oh. Waar is mijn brood? Waar is mijn brood? Zombie. Jij hebt mijn brood, of niet? Is hij hier ingevallen, het brood? Nee. Waar is dat? Ah, weet je wat? Wij hebben helemaal geen brood nodig. Waarom zou je brood nodig hebben in Minecraft? Oké. Diamond, ik kom eraan. Mijn schoenen, wat doen die hier? Mijn schoenen, jongens, wacht. Er is nog hoop. Mijn schoenen liggen helemaal hier. Die liggen wel heel ver. Misschien ligt er toch ergens brood. Wacht. Nu ben ik op zich wel weer benieuwd. Is mijn aandacht weer teruggekeerd. Ja, het kan zijn dat hij ook in de lava is gevallen. Ik bedoel, als daar helemaal mijn schoenen liggen. Zou het kunnen dat mijn brood... Oh, nog een diamond? Dat mijn brood gewoon in de lava is gevallen. Dan is het nu gebakken brood. Oké, jongens, het is tijd. We moeten nog één naar beneden en dan gaan we de diamonds pakken. En ik wil de diamonds ook weer mee naar boven nemen. Dat wilde ik volgens mij net vertellen. Voordat ik onderbroken werd door mezelf omdat ik sprong. Een hex. Weg, weg, weg. Ah, nee. Nee, weg hier. Weg hier. Oké. We zijn van de hex ontsnapt. Nee, de hex volgt. De hex volgt me, dat meen je. Dat mee. Ik heb niks om mezelf te beschermen tegen een heks. Nee, laat me met rust, heks. Oh, laat me met rust. En een skeleton. Kom hier, spring één laag naar beneden dan, skeleton. Ik kan er niet bij. Ik kom er niet bij. Wacht. Oh. Ga dood. Oké, hij is dood. Laten we even toortjes plaatsen hier. Ik moet die diamond hakken en ik moet weg hier. Dat is denk ik gewoon het verhaal. Ik heb mijn boot laten liggen daar. Waarom heb ik mijn boot? Oh, ik heb nog een boot. Oké, laten we die boot even laten gewoon op zijn plek houden hier. Dan kunnen we namelijk makkelijk heen en weer van laag naar laag. Ik denk dat dat verstandig is. Die heks verbrandt in de lava, soort van. Die heeft het misschien er zelf gered. Oké, we moeten heel snel gaan werken, jongens. We hebben nodig een crafting table. Maar we moeten ook deze zombie vermoorden in de tussentijd. Dan hebben wij nodig
Een crafting table, boom. Dan maken wij even twee nieuwe boten. Dan kunnen wij op deze laag hier... Waar is die diamond? Die diamond is op nog een laag hier. Hier. Dan kunnen we hem hakken. Zo, dan hebben wij de diamond. En dan moeten we deze nu mee naar boven nemen, jongens. Maar ik wil die andere ook hebben. Ik ga deze boot pakken hier. Ik wil eigenlijk die andere ook heel graag hebben. Ik vind het wel zielig voor mijn brood. Mijn brood zal nooit meer het daglicht zien. Maar de vraag is, hoe kom ik boven? Nee, daar heb ik niet over nagedacht. Hoe kom ik boven? Oh mijn god, hoe kom ik boven? Nee, daar heb ik niet over nagedacht. Dit wordt echt een klus. Dit gaat... Oh mijn god, dit gaat echt een klus worden. Nou, we gaan maar, jongens. Ik denk dat het is. Boot plaatsen, boot hakken. Boot plaatsen, boot hakken. Boot plaatsen, boot hakken. Nachtmerrie. Oké, jongens, ik heb een ander idee. Laten we even een kist maken. Hier even gewoon mijn spullen in doen. Gewoon even mijn spulletjes zo. Ik moet echt met deze diamond nog naar boven. Dat is nog wel deel van mijn missie. Kan ik dit water in en dan gewoon spatie klikken om zeg maar naar boven te gaan? Ik heb de heksie verbrand. Lekker voor je heks. Ga jij maar verbranden. Goed zo. Kan ik gewoon... Dat is zwemmen. Zwemmen is anders dan springen. Hier. Ik kan, dat kan niet. Oké, dat kan niet. Goed, dan zijn we nu hier. Mijn spullen zijn veilig. Laten we heel even slapen, dat het dag is. Ik kan niet de ladders beklimmen. Ik kan niet zwemmen. Ik denk dat jij nog wel van pas gaat komen, meneer. Ja. Wacht even. Ik ga even een nieuwe pickaxe maken. Hij gaat nog heel erg van pas komen. Jij gaat mij hieruit redden. Jij gaat deze diamond naar het daglicht brengen. Het is heel simpel. Ik ga met deze pickaxe hier, ga ik even een pad maken. Die hoog genoeg is, zodat ik op mijn ezel naar beneden kan. Trouwens heb ik ook even nodig een... shuffle. We gaan een pad maken, zodat ik een hoog genoeg pad, zodat ik op Thorn naar beneden kan. En dan gaat Thorn me hieruit rennen. Mijn spullen gaan niet despannen, want die heb ik veilig in een kistje gedaan. Thorn, dit moet goed komen. Dit gaat hem worden. Het ziet eruit alsof jij hier veilig doorheen kan lopen met mij. Oké, dus zijn we bij die waterval ongeveer aangekomen. Ik ga even een torchie vandaan stelen die ik ooit heb gebruikt. Hier beneden, denk ik. Oeh, moet ik zeggen, als ik naar beneden ga, kom ik niet meer omhoog. Dus we gaan even kijken. Dan dit water ga ik weghalen, want water heb ik toch niks aan. Ik kan niet omhoog zwemmen of zo, want omhoog zwemmen geldt ook als springen. Oké, dan dit moet allemaal naar beneden. Een 2x2 gat is dit. Oké, we gaan goed, jongens. We gaan echt heel goed. Ik denk dat dit serieus een goede tactiek is dat ik die ezel heb. Die ezel gaat me echt gewoon redden. Althans, die gaat de diamond redden. Ik zie helemaal geen drolletjes die mega donker. Maar we zijn er, zoals jullie kunnen zien, zo goed als bijna. Oké, ik denk dat het tijd is om de ezel te pakken. En dan moet ik ook nog een Oké, ik denk dat het wel moet, want mijn pickaxe is stuk. Dan gaan wij deze spulletjes helaas achter ons laten, want we gaan dood. Thor! Thor, het is tijd! Kan je hier uitspringen, Thor? Wat ben jij een dikke ezel dat je hier niet eens uit kan springen? Ik help je wel even. Gaat dit even voor je hakken zo? Deze? Daar gaan we, Thor. Daar gaan we. Ik hoop dat ik... Ik ga een paar keer damage pakken waarschijnlijk. En een paar keer gaat het niet passen. Omdat je echt een dikke ezel bent. Maar in principe zouden we het gewoon moeten redden. Zoals dit. Helemaal tot hier. Thor, kom op. Oké, dat was al een hele grote val. Was dat? Sorry, Thor. Sorry. Oké. Hier ook. Oké, ik heb appeltjes voor je, Thor. Maak je geen zorgen. Ik heb appeltjes voor je. Hier. Appeltje, appeltje. Appeltje, eitje. Oké, waar is water? Snel naar beneden. Thor mag echt niet doodgaan. Dan ben ik namelijk de klos. Dan is het missie gefaald. Thor, pas op. Thor. Oh mijn god. Oké, hier naar beneden. Naar beneden. Gaat goed. Oké. Dan rennen we door. Springen we hier ook weer naar beneden. Oké, Thor is beneden. Thor is officieel beneden, jongens. Het is zover. Ik had eigenlijk mijn bed ook mee moeten nemen nu. Oké, dat beest daar, die gaat dood. Kom op. Kom, ga weg. Ga weg. Oh mijn god, ik ga dood. Door dit rotbeest. Oh mijn god, ik kan ook geen critical hits doen. Oké, maakt niet uit. We gaan snel naar beneden. Ik had toch geen bijzondere spullen bij me. Kijk, ik kan gewoon heen en weer. Het gaat erom... Oh, die val was ook echt wel hoog die Thor heeft moeten maken. Het spijt me, Thor. Je hebt echt een hoge val moeten maken. Oké, rennen. Oh mijn god, dit kan niet. Ik zit vast. Oké, doei. Irritant is dat je niet kan springen. En ik weet dat dat het hele punt is van de game mode. Kijk hoeveel monsters hier zijn die me dood willen maken. Hoe wil ik dan bij dat water terechtkomen? Zonder dood te gaan. Kijk, dit is toch bijna niet te doen. Hier, oké, naar beneden. Goed, en hier weer ook naar beneden. Hier, juist, oké. Heb ik eten? Thor, jij hebt eten voor me. Jij hebt een paar broodjes. Er zijn toch nog een paar broodjes die hier beneden zijn terechtgekomen. Oké, ik denk dat het zover is. Ik denk dat ik nu gewoon moet gaan zitten. Deze kist pakken. De diamond nemen we mee. We nemen wat bootjes mee. Deze nemen we mee. Toortjes ben ik kwijt, maar die kunnen we opnieuw maken. Hier maken we heel wat nieuwe toortjes. Doen we in mijn andere hand. Oké, het is zover. Jongens, de diamond moet naar boven. Prioriteit nummer 1. En Thor kan niet springen. Misschien is het handig dat we een paard hadden. Maar ik vertrouw Thor. Nu is het nog de vraag, hoe ga ik daar komen? Kan je een beetje... Gaat dit werken, denk je, zo? Via het water? Ik denk het wel. Via dit water. Ja. Let's go, Thor. Let's go, jongen. Oh, nee, Thor. Wacht. Wat doe ik trouwens moeilijk? Ik heb blokken.
Ik heb blokken die ik kan bouwen. Ik heb gewoon prachtige blokken die ik kan bouwen. Let's go, Thor. Let's go. Let's go. Ja. Oké, okay, we hebben laag 1 gehaald. Heel wat skeletons hier. Oké, okay, Thor, pas op. Pas op, pas op, pas op. Nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Oh, oh, oh. Rennen, rennen, rennen. Waar zijn we? Waar zijn we? Thor, ik moet ons inbouwen. Ik moet eten. We moeten eten, Thor. Oké, okay, we zijn volgens mij even veilig. Oh nee, skeleton. Toortjes plaatsen, toortjes plaatsen. Huh? Waar zijn we? Zijn we bij ons plekje? Dat is nog hoger, dat is nog hoger. Oké, okay. We hebben wel heel eventjes rust. Ik ga hier even een muurtje bouwen, zodat die skeletons ons niet kunnen volgen. Oké, okay, we hebben denk ik een momentje rust. Ik heb nog wel redelijk wat blokken. Ik denk dat ik gewoon heel moeilijk nu een soort brug moet bouwen of een trap. Hoe wij boven komen, want ik moet hier bovenop zijn. Oh, dit is echt niet leuk. Dit is echt niet leuk, jongens. Ik denk namelijk dat ik ook bijna te weinig blokken ga hebben hiervoor. En hakken is zo traag. Kan ik niet gewoon een toren omhoog... Wacht. Heet jij Thor omdat ik dit kan doen? Nee, ik dacht, misschien kan ik een blokje onder me plaatsen. Ja, dat kan. Oh mijn god. Thor, 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 Thor. Ik ga dood. Thor, Thor, Thor. Oh mijn god, ik ging bijna dood. Nee, stop, skeleton, stop. Oh, ik schrok me helemaal kapot. Oké, okay, ik kan blijkbaar omhoog toren. Een toren omhoog bouwen. Dat is waarom hij Thor heet. Het was allemaal gewoon een voorteken. Dit is waarom die Thor heet. Om een toren te bouwen. We gaan dit doen, Thor. We gaan dit doen. Kijk dit dan. Kijk dit dan. We gaan langzaam omhoog. Oh mijn god, we zijn hier nu. En een skeleton. Jij gaat echt dood, skeleton. Jij gaat 100% dood. Laat me met rust. Laat mij en Thor met rust. Je verdient het niet om hier te zijn, skeleton. Thor, we kunnen terug. We kunnen terug. Creeper, creeper. Ah, waar kom jij vandaan? Oh mijn god. Laat het om Thor dood te maken. Je zou niet durven. Was ik net zo ver met mijn toren? Oké. Okay. We zijn echt heel ver inmiddels. Die dikke toren is alleen gewoon echt te dik om gewoon op... Of te traag om ergens op te springen. Oh, hebben we genoeg blokken hiervoor? Ja, hier hebben we genoeg blokken voor. Het is weer zover. We gaan weer de toren maken. Oké, we zijn weer op een nieuwe laag. Ik hoor wel een skeleton. Dat is wel eng. Oké, prima, prima. Door. Licht. 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 Thor, zie je dat? Er is licht. Oh mijn god, daar soort van. Het is donker. Oh nee, nee, nee. Oh, we zijn er. We zijn er. Wacht, wacht. We zijn er. Ongelooflijk. Ongelooflijk. We zijn er. We hebben het gered. De diamond is boven. Een tukkie doen. Ik wil dat het licht wordt. Ja. En ik spring. En ik spring naast mijn bed. Maakt niet uit. Het is naast mijn bed. Ik hoef al die andere spullen hoef ik niet meer. Jullie kunnen allemaal weg. Het enige wat ik nodig heb is deze diamond. En Thor de ezel. We gaan even op het ijs staan. Oh, wat heerlijk dit, jongens. De diamond is boven. Ongelooflijk dat die miners zijn geweest. Zo diep naar beneden zijn gegaan. Een diamond hebben gevonden en zonder zelf te springen weer naar boven zijn gegaan. En we hebben een diamond. Kijk hem liggen. Kijk hem liggen. Thor, ik ga je vrij laten. Ik ga je vrij... Weet je? Ik heb nog één laatste missie. We gaan deze missie uitvoeren uit respect. Daar is de village waar ik jou vandaan heb gehaald. Ik ga je terugbrengen naar je familie. Jij hoort niet bij mij. Kijk, ik weet we hebben een avontuur beleefd samen, maar ik ga je terugbrengen naar je familie. Oké, hoe ga ik hier overheen? Want ik kan niet zwemmen. Dus klinkt misschien stom, maar... zwemmen in springen. Oké, via de boom. En yep, net. Kom op, Thor. Kom op. Juist. Ezels. Jullie vader is terug. Of moeder. Ik weet het niet. Waar is je familie, Thor? Waar zijn ze? Waar is je familie? Ze waren hier ergens. Daar zijn ze. Ze zijn er gewoon nog. Ja. Welkom terug bij je familie hier. Ik geen zorgen. Ik neem je spulletjes neem ik ook wel weer terug. Ik weet niet hoe ik die kist van je afhaal. Ik spring, ik spring, ik spring, ik spring en ik spring. En ik span hier. Dit is echt mijn eigen schuld. Gelukkig kunnen we heel snel over het ijs. Damn, dit ding is echt gewoon nog veel sneller dan dat Thor ooit was. Ja, dat was wel heel snel. De diamond, hij ligt er nog. Niks aan de hand, jongens. Niks aan de hand. Dit kan allemaal weg. Alles hier heb ik niet meer nodig. Ik ga maar mijn spanpoint zetten zo. Thor, dankjewel voor je hulp. Dankjewel voor... Je hebt kisten, die mag je houden. Weet je, daar kan je misschien wat spullen met je familie in doen. Ik heb mijn diamond. Weet je wat? Jij krijgt de diamond. Jij verdient er meer dan ik. Daar gaat hij, jongens. Hij gaat er vandoor. Ik mis hem nu al. En ik ga er ook vandoor. Vonden jullie dit nou zo'n leuke video? Kijk dan even lekker deze video. Dit is namelijk ook een hele leuke video. Echt niet saai. Ik weet dat de titel misschien zegt dat het een heel saaie video is. Maar het is echt bijzonder gewoon. Echt heel leuk. En dan nu spreek ik later. Glaasje water, tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer.